Het tweede boek wat ik heb gelezen, Het leven van een loser. Het leven van een loser, aangeraden door Anne Abink, de dochter van mijn manager. Nou Anne, het was niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Er zit een totaal andere verhaalsopbouw in dan ik had verwacht. Ondanks dat, toch een leuk, goed te lezen boek. Geschreven in de vorm van een dagboek. Er zit veel humor in, dus erg leuk.